Welkom bij het medicijnjournaal van januari 2024. In dit journaal is uitgebreid aandacht voor de gevolgen van vrij verkrijgbare pijnstillers op het oppervlaktewater. Maar we beginnen met bijwerkingen van DOAX. Verder een aantal korte items. Bij gebruik van DOAX zijn bloedingen de meest voorkomende bijwerkingen. Ziekenhuisapotheker Darko Mitrovic heeft onderzoek gedaan naar het optreden van kleine bloedingen bij DOAX. De bloedingen komen best vaak voor. Minor bleeds komen vele malen vaker voor dan major bleeds. We weten uit literatuuronderzoek dat major bleeds, majeure bloedingen, in 0,5% tot 2% van alle gebruikers voorkomen. En van de minor bleeds weten we dat dat ongeveer 20 tot zelfs 50% is van DOAC-gebruikers. Kleine bloedingen krijgen in onderzoek vaak minder aandacht dan de grote bloedingen. Toch is het effect van kleine bloedingen niet te onderschatten. Ze hebben invloed op bijvoorbeeld kosten en therapietrouw. We zien dat bij patiënten bij wie bijvoorbeeld kleine bloedingen optreden of bijwerkingen, dat daar het vertrouwen in geneesmiddel afneemt. En dat uitzicht in het tijdelijk staken van geneesmiddel of helemaal stoppen. Eigenlijk iets wat we in de praktijk niet willen. Bij ene groep patiënten merk je dat ze weinig last van hebben en dit niet als storend ervaren. Terwijl bij andere populatie degelijk sprake is van problemen met medicatie, waarbij ze ook zelf aan het experimenteren zijn of stoppen of uiteindelijk naar de huisarts gaan of specialist om vragen naar alternatieven. Behandeling met DOAX vraagt daarom om goede begeleiding door arts en apotheker. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor huisartsen en openbare apotheken zich te beseffen dat we vier verschillende DOAX op de markt hebben, waarbij ze verschillende bijwerkingen en profielen hebben. En daarnaast ook dat patiënten heel veel of vaak last hebben van deze bijwerkingen en kleine bloedingen. En dat er ontzettend belangrijk is om daar een goede afstemming tussen te vinden. Dat kan door middel bijvoorbeeld van shared decision making. Voordat het geneesmiddel werkelijk voorgeschreven wordt, is het ontzettend belangrijk om deze patiënten uit te leggen dat kleine bloedingen vaak kunnen voorkomen. Bepaalde bijwerkingen ook. Bijwerkingen gaan over het algemeen in een aantal weken over. Kleine bloedingen kunnen wat langer aanhouden. En het is belangrijk om uit te leggen dat als patiënt hier heel veel last van ervaart, dat hij niet zelf stopt met medicatie innemen of doseringen skipt, want dat werkt het middel niet. Het is dan belangrijk dat hij dan bij huisarts of openbare apotheek aanklopt met dit soort klachten. En voor openbare apotheken en huisarts is het belangrijk om te weten dat er verschillen zijn tussen DOAX. Dus als de patiënt veel bijwerkingen of kleine bloedingen ervaart op DOAX A, dat er DOAC B, C of D zijn en dat die ook uitgeprobeerd kunnen worden. En we hopen daarmee dat patiënten ook langer op antistollingsmedicatie blijven, wat ontzettend belangrijk is voor het uiteindelijk doel die we willen behalen. Minder herseninfarcten of trombosegevallen. En dan nu het korte nieuws. Bijwerkingencentrum Larep ontving in korte tijd veel meldingen van hoestbuien direct na gebruik van een inhalator van fabrikant Viatris. Een deel van de patiënten kreeg hierdoor meer last van hun luchtwegklachten. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de hoestbuien. Momenteel wordt in Europees verband verder onderzoek gedaan. Bijna 40% van de patiënten is ontevreden met de medicijnen die ze gebruiken. Dat bleek uit onderzoek dat het IVM uitvoerde onder leden van het medicijnpanel. Hoewel de helft van de patiënten iets zou willen veranderen aan hun medicijnen, bespreekt slechts 30% dat met hun arts of apotheker. Het is daarom belangrijk dat artsen en apothekers regelmatig actief hiernaar vragen. Ontschil vermiddelen, zoals salicylzuur of een vette zalf, hebben een meer prominente plek gekregen in de vernieuwde NAG-standaard psoriasis. Hoewel de kwaliteit van bewijs laag was, is het aannemelijk dat het dunner worden van een dikke schilfvellaag bij psoriasis voor minder klachten zorgt. Ook werken andere topicale middelen dan waarschijnlijk beter. K
kinderen van vaders die in de 3 maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten, hebben mogelijk meer kans op ontwikkelingsstoornissen. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité. Het is belangrijk dat artsen mannen met een kinderwens informeren over het mogelijke risico en het gebruik van anticonceptie bespreken. Ook adviseert het comité dat alleen medisch specialisten een behandeling met valproaat starten en controleren. Binnenkort komt nieuw voorlichtingsmateriaal over valproaat beschikbaar. Resten van geneesmiddelen kunnen onder andere via de urine en ontlasting in het oppervlaktewater terechtkomen. Dat kan schadelijk zijn voor diverse organismen. Ook vrij verkrijgbare pijnstillers kunnen leiden tot schadelijke effecten als ze in het oppervlaktewater terechtkomen. Pijnstillers, je slikt ze in en daarna plas je het grootste deel daarvan ook weer uit. Dat komt dan in het afvalwater terecht en via het afvalwater bij de rioolwaterzuivering. De rioolwaterzuivering die kan niet alles eruit halen, daar zijn ze ook niet voor gemaakt. En zo, op die manier komen er dan resten van pijnstillers uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Bij de gel werkt dat natuurlijk net iets anders. Die breng je aan op handen en knieën en daarna was je je handen en komt het in het water terecht. Of via het douchen of het wassen van kleding komt het in het water terecht. Als die stoffen eenmaal in het water zitten, dan zien we in het laboratorium dat met name vissen daar heel gevoelig voor zijn. Vislarven, kleine visjes, die groeien minder snel of ze gaan eerder dood. En dat heeft natuurlijk dan weer effecten op de populatie van vissen. Het RIVM heeft onderzocht in welke mate 5 vrij verkrijgbare pijnstillers het oppervlaktewater belasten. Wat we bij ons onderzoek hebben gezien is dat paracetamol en aspirine voor het watermilieu de beste keuzes zijn. Diclofenac, naproxen en ibuprofen leveren allemaal een risico op voor de waterkwaliteit. Voor diclofenac zelfs bij meer dan 50% van de onderzochte monsterlocaties. En dat is echt best wel heel veel. Op het moment dat je kijkt naar het gebruik per patiënt per dag, dan maakt het niet zo heel erg veel uit of je diclofenac dan vervangt door ibuprofen of naproxen. Dan is naproxen zelfs een slechtere keuze. Wat we ook hebben gezien is als we de gel vergelijken met het gebruik van de pillen, dat dan de gel behoorlijk veel bijdraagt aan dat risico voor het watermilieu. Dat komt natuurlijk doordat die gel maar heel weinig wordt opgenomen en voor een heel groot deel wordt afgespoeld. De inzichten uit het rapport kunnen op verschillende terreinen gebruikt worden. Aangezien de pijnstillers vrij verkrijgbaar zijn, zijn er acties mogelijk die gericht zijn op de zelfzorgkeuzes van patiënten. De huidige zelfzorgadviezen sluiten in grote lijnen aan op de conclusies uit dit rapport. Het advies is paracetamol en dat is onafhankelijk van de adviezen uit dit rapport. En paracetamol is de eerste keuzemiddel bij zelfzorgmedicatie, bij pijnbestrijding. En als dat niet werkt of onvoldoende werkt, kan je altijd nog NSAID's aanbevelen. Echter, let op contraindicaties, let op de interacties met andere middelen. En ook gebruik niet te lang of laat in ieder geval de patiënt, als het na een paar dagen nog niet over is, denk aan een week, contact opnemen met de huisarts. Ook is een mogelijkheid om de belasting van het oppervlaktewater mee te laten wegen bij voorschrijfkeuzes. Bij het voorschrijven van de geneesmiddelen blijven effectiviteit en veiligheid uiteraard de belangrijkste aspecten. De belasting van het oppervlaktewater kan een aanvullend criterium zijn als de effectiviteit en veiligheid gelijkwaardig zijn. Volgens de WHO-ladder is paracetamol de eerste keuze en dat komt overeen of strookt met hetgene wat er in het rapport staat als eerste keuze. Een tweede keuze in de WHO-ladder zijn bijvoorbeeld de NSAID's en de derde is dan de zwakke opioïden. En dan kom je bij de sterk werkende opioïden. Dan hebben we ook nog de diclofenac en de ibuprofen gel die in het rapport worden genoemd. En dan, daarvan wordt ook gezegd, liever niet gebruiken. En daar zijn we het ook wel mee eens. Want als je kijkt naar het smeren van dit soort middelen op de huid, we weten dat er gewoon een groot deel verdwijnt na afspoelen en douchen in het riool. Dan is er ook nog aspirine die wordt genoemd hè, op basis van inzichten van wat er in het oppervlaktewater is te vinden. Aspirine is niet een eerste keuzemiddel voor pijn vanwege de bijwerking. Hè. Denk bijvoorbeeld aan het irreversibel remmen van trombocytenaggregatie. Het volledige rapport is te lezen op de website van het RIVM. FTO-groepen die zelf met het onderwerp aan de slag willen, kunnen hiervoor de FTO-module Geneesmiddelen en Milieu downloaden van de website van het IVM. Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit journaal.
Het volgende medicijnjournaal verschijnt begin maart. Abonneer u op ons YouTube-kanaal of de journaalupdate op onze website om geen aflevering te missen.